Hallo lieve kindjes allemaal, het is weer tijd voor een leuk verhaal. En vandaag vertel ik jullie het verhaal van Lena en haar mooie boek. Tijdens een wandeling in het bos kwam Lena aan een mooie boom. Ze zette haar neer op een stronkje met wat mos. Ze nam haar boekje erbij. Ze nam ook een potlood en Lena tekende erop los. Ze maakte de mooiste tekeningen hier in dit boek. Toen viel Lena in slaap. En toen ze wakker schrok, toen waren plotseling allemaal haar tekeningen zoek. Lena wandelde nu verstrooid verder, want ze begreep hier helemaal niks meer van. Tot ze plotseling aan de paddenstoel van Kabouter Pigmentus kwam. Die vertelde haar dat de boom eigenlijk een goochelboom is. En dat ze met behulp van een goochelspreuk haar tekeningen terug zou kunnen krijgen. Lena liep meteen terug naar de grote goochelboom en ze riep daar: Bible babble boe, doe je oogjes open en je mondjes toe. Nee, dit is geen grap. En dit is ook geen droom. Ik ben hier om hulp te vragen aan de grote goochelboom. En toen ze haar boekje opendeed, had ze plotseling allemaal haar tekeningen terug. Daar kwam Kabouter Pigmentus aangelopen en hij riep: Lena, Lena, help mij vlug. En hij had allemaal gekleurde bloemblaadjes, planten en vruchten mee. En hij zei: Lena, hiermee kan ik kleurpoeder maken. Jippie-ja-jee. Lena en Kabouter Pigmentus begonnen alle vruchten, planten en bloemblaadjes in hele fijne stukjes te snijden, tot ze alleen nog wat poeder over hadden. Dan gingen ze samen terug naar de grote goochelboom en ze riepen samen: Bibele babele boe, breng alle kleurtjes hier naartoe. Oei, 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 oei. Dat is niet zo netjes gekleurd. Maar let even op, nog niet getreurd. Tik op je hoofd en trek aan je oor. En kijk, nu zijn alle kleuren er weer vandoor. Haal nu allemaal heel diep adem. En vul je buikjes met heel veel lucht. En blaas nu allemaal opnieuw naar het boek. We blazen nu alle kleuren door de lucht. Heb je nu de kleurtjes door de lucht zien gaan? Wel, dan zouden ze nu in ons boekje moeten staan. En hopelijk staan de kleurtjes nu binnen de lijnen. Want anders moeten we weer de kleuren laten verdwijnen. Dus we doen het boek open en kijken jullie mee? Ja hoor, alle tekeningen zijn nu mooi netjes ingekleurd. Maar wil je helemaal opnieuw beginnen, dan niet getreurd. Een toverknip komt dan heel goed van pas. Want kijk, nu is ons boek terug zo leeg als dat het was. Kabouter Pigmentus en Lena waren nu heel moe. Dus gingen ze weer liggen en deden hun oogjes toe. Ze vielen in een diepe slaap, opnieuw onder de grote goochelboom. Dus ben ik al benieuwd naar een volgende droom. Lieve kindjes, ik hoop dat je dit een heel leuk verhaaltje vond en ik zie jullie graag terug in een volgende video. Dag lieve kindjes allemaal!